Hey, ik ben Bassam. En ik ben Dario. En wij hebben hier de nieuwe LG OLED 42C2. Hier alvast onze eerste indruk. Wat opvalt als je naar de televisie kijkt, is dat hij heel dunne randen heeft, waardoor dat hij een heel minimalistische look, een heel strakke look heeft. Het geeft een moderne touch aan uw interieur. Die komt met twee voetjes bijgeleverd, die opnieuw een heel minimalistische, strakke, industriële look hebben. Maar die kan ook met de VESA-maatadapter aan een muurbeugel opgehangen worden voor een nog strakkere look. Nu, je hebt waarschijnlijk niet op de video geklikt om een esthetische review van de televisie te krijgen. Vandaar gaan we nu naar de specificaties. LG heeft hun A9 generatie 5 AI-processor verbeterd om zo objecten op de voor- en achtergrond te verbeteren. Zo worden de kleuren ook verbeterd en blijven deze ook waarheidsgetrouw, wat voor een aangename cinema-ervaring zorgt. Door de combinatie van de nieuwe processor en de Dolby Vision IQ wordt er buitengewone diepte toegevoegd en haalt deze subtiele texturen naar voren. Hij heeft nu ook de nieuwe Dynamic Tone Mapping Pro. Deze techniek zorgt voor een rijker HDR tot in de kleinste details. LG, proud of you. Elke pixel in de televisie kan individueel aan- of uitgezet worden, waardoor er geen verschillende backlit dimmingzones meer nodig zijn, maar elke pixel is eigenlijk een individuele dimmingzone, waardoor wanneer er zwart geprojecteerd moet worden op de televisie, de pixel eigenlijk gewoon uitstaat en die 100% zwart blijft. En dat geeft dus een veel aangenamere kijkervaring en een veel rijkere, laten we zeggen, cinema-ervaring. Gewoon bij jezelf op de bank thuis. We hebben het over de beeldkwaliteit gehad. Nu gaan we het hebben over de audio-kwaliteit. Meestal komen ingebouwde speakers van televisie met een vrij droge sound, met heel weinig diepgang. Terwijl bij deze televisie kon ik echt de hoge tonen, de middentonen en de lage tonen mooi onderscheiden. Het komt echt met een surround gevoel. Dat is ook wat in de spec sheet staat. LG noemt het zelf. Twee kanaals audio tot virtueel 7.1.2 kanaals geluid. Basically, rijk geluid. De ThinQ zorgt eigenlijk dat elk gezinslid een eigen profiel kan aanmaken. Op basis van zijn eigen voorkeuren, sport, televisieseries, gaat hij eigenlijk een selectie maken wat eigenlijk voor u gepast is. Zo moet je zelf niet op zoek gaan naar content, maar krijg je die voorgeschoteld van de televisie zelf. We leven in de toekomst. Aangezien dat de LG 42 OLED C2 een smart TV is, komt hij ook met een heel aanbod aan streaming services die je gewoon kan gebruiken, want die staan allemaal geïnstalleerd op de televisie. Zo heb je bijvoorbeeld Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max. LG heeft ook een paar eigen kanalen. Aangezien het aanbod zo breed is, raak je dus nooit uitgekeken met deze televisie. Dit is de eerste keer dat we kunnen gebruik maken van Dolby Vision Gaming, 4K bij 100 Hz, voor meer realistische, vlottere bewegingen bij gaming. Dit kan omwille van een responstijd van 0,1 milliseconden, Nvidia G-Sync compatibiliteit, AMD FreeSync Premium en een VRR ondersteuning. Met andere woorden, de ultimate gaming experience. Dus met andere woorden, als je op zoek bent naar een televisie in de 42 inch range en als je op zoek bent naar de hoogste beeldkwaliteit met de OLED technologie en de fantastische Dolby kleuren, dames en heren, dan is deze 42 inch LG OLED televisie voor jullie gemaakt. Look no further. Honestly, met deze televisie kunt je gamen, streaming services bekijken. Laten we zeggen, hij biedt u zelf streaming services vanzelf aan. Vincent, wat vind jij van de televisie? Ik was enorm aangenaam verrast toen ik de 42 inch uiteindelijk zag in werking. Waarom? Ik was zelf ook al heel lang aan het zoeken naar een 42 inch voor op een slaapkamer. Want dikwijls is zo'n 55 inch OLED of een 48 was er ook al. Maar die 42 inch OLED vind ik echt ideaal voor ruimtes. Ja, je kunt niet altijd een grote televisie plaatsen. En om dat dan in een zeer goede beeldkwaliteit te evenaren, vind ik echt wel top. Ondanks dat het scherm kleiner is dan dat we gewend zijn tegenwoordig, want we zijn enorm spoiled op vlak van inchen, 55 inch, 50 inch, 65, 75 en zo verder. En dan die 42 inch die er nu bij komt,
vond ik de filmervaring nog altijd zeer goed. De meegelieverde afstandsbediening is zoals we gewoon zijn bij LG en heeft weer de standaard voorkeuzeknoppen, Netflix, Prime Video, Disney Plus en zo verder. Standaard heb je ook weer de mousecursor. De afstandsbediening is eigenlijk even ergonomisch als zijn voorgangers en dat is mijn totale bevinding. Zo, dit was het voor vandaag, dames en heren. Voordat we jullie laten, applausje voor LG. Goed gedaan. En dan resteert er ons maar één ding om te zeggen. Dames en heren, and as always, ciao ciao. Bye bye.